leuk, hè? Zelfs oude zaaddoosjes zijn nog leuk. Het maakt niet uit, hè, of je dat er nu uitknipt of niet. Doe je het niet, valt het er vanzelf af. Vind je het een lelijk gezicht en stoort het jou. Weet je, knip gewoon lekker die doosjes eraf. Dan is het prima. Klein stukje van de twijg meenemen. En in principe heb je dan de hibiscus, want dat is het, hè. Dit is de hibiscus. Prachtige najaarsbloeien. Zo juli, augustus begint hij al te bloeien. En dan gaat hij echt door tot ver in september. Dan zit het echt helemaal vol met witte, roze of donkerpaarse bloemen. Echt een sieraad voor de tuin. Nou kijk, in principe ben je zo al een beetje klaar met snoeien. Was dit het al? Gewoon de bloemen eruit? Nou, dat is de rustige snoei. Als je, kijk, die hibiscus op zich, ja, staat hij eigenlijk prima. Hij is nog niet te breed voor de plek waar hij staat. Maar goed, uiteindelijk is het een behoorlijke groei, hè? En zou je die nou eens een keertje streng terug willen knippen, zodat die weer mooi compact wordt? Want hij kan gewoon 3 meter hoog, 3 meter breed worden, hè? Nou, dan is er een tweede snoeimethode en die doe je altijd winter, voorjaar. Zoals ik al zei, het is een najaarsbloeier, dan snoei je die in het voorjaar. Dan gaat hij namelijk weer uitlopen en op die uitlopers gaat hij vervolgens weer bloeien. Nou, ik ga het even laten zien. We doen even alsof we hem compact willen hebben. Dat is een keuze. Dit ga jij dan ook doen. Ja, dit doet pijn. Ik weet het. Streng terugknippen. Gewoon alles eraf. Twijgen inkorten. Je hoeft niet te letten op ogen of knoppen. Kijk. Holy moly. Dan is dit hem. En wat gebeurt er nu? Waar je een plant knipt, daar loopt hij uit. Dus op al deze twijgen, waar je nu nog geen knoppen ziet, gaat die knoppen maken van het voorjaar. 100% zeker. Dan gaat die allemaal op uitlopen en dan krijg je hier dus een hele mooie, compacte struik terug die weer volop in de bloei staat dit jaar. Dus of de zaaddoosjes eruit en dan ben je klaar. Of als je weer een keer mooi compact wil hebben, doe je het zo. En eerlijk gezegd, zou ik nog zo mogen. Hé, hey, Jur, ja. Heeft hij nog behoefte aan, is hij zuurminnend of wil hij, wat voor grond vindt hij fijner? Nee, eigenlijk, dat is wel leuk. Hibiscus doet het goed op een kleigrond, een humeuze zandgrond. Dus zelfs als je aan de kust zit en je hebt echte geestgronden, de zandgronden, als je daar wat extra compost erheen doet, hibiscus, fantastisch, doet het geweldig. Kan heel goed ook tegen de zeewind. Ja, beetje zon, zeg maar half schaduw, niet in de schaduw, want dan komen er te weinig, dan wordt hij zo open van structuur. Maar als je hem een beetje in de zon zet, of half zon, half schaduw, dan is het eigenlijk goed. Dus weinig eisen, ja, een beetje voeden. Kan je nu mee beginnen, hè? Dat weet je nu zo langzamerhand wel. Klein beetje voeding erbij, nou, moet jij eens opletten. Gewoon tuinvoeding. Ja, ik blijf knippen, zie je? Oh, het is verslavend. Kan je wel tegen. Pak hem maar aan.